Oh ja, we moeten wel aan denken, ja. Ik ook. Ik heb dus tot 12 uur uitgeslapen uiteindelijk. Ja, lekker toch? Ja, eerst viel mijn neuspiercing uit, die kreeg ik een uur niet erin. Ja. Na die dieren doen. Uh-huh. En toen zat hij erin. Zaten er allemaal vliegen op mijn kop. Uh-huh. Wij hebben dus ook nog last van vliegen nu. Uh-huh. Ja. En ik mis een sok. En toen viel ik in slaap. 11 uur. Ja. Ja. En toen heb ik geslapen tot 12 uur. Nou, ik heb lekker geslapen. Ja. Ik ging naar bed toe en ik was in de roes. Ja. Genieten. En gisteren? Eerste keer heb ik gewoon lekker geslapen, weet je wel? Ja, echt super chill. Sinds je hele verbouwing in. Huh? Sinds je hele verbouwing in. Ja, super chill. Hey. Sup, sup. Is het net? Nee hoor. Gadver, Frenny. Nee, hij heeft me al zo vaak zo gezien. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Frinter. Ja. Ik stond net daar en ik zag Gerrit hier uitlopen. Ja. Kom nu doen. Hij zei, wat is er met jou? Waarom lig je nog op bed? Ik zeg, nou, ik word net wakker. Nou, moe? Ja. Ja. Dus dat. Sorry, niet meer. Maar toen ging hij stiekem ook een beetje hier, terwijl ik aan het opmaken was. En toen ging hij weer daar. Dus hij weet het allemaal niet meer. En toen ging hij weg. Okay. Maar geef je het wel aan hem? Ja. Niet dat... Kijk, ik kan natuurlijk naar mij toe van, joh, ja, dit en dat is er. Mm. En dan wel ver dat ik er wel een beetje op let, zeg maar. Ja, tuurlijk. Maar als hij iets doet wat ik echt niet chill vind, dan geef ik het ook wel echt wel aan. Ja. Bijvoorbeeld... Ja, wat dat betreft maakt het ook wel weer moeilijker juist. Omdat je, ja, dan moet je echt gaan kijken van, hé, wat laat ik wel toe en wat niet. En terwijl als je echt totale afstand had, dan was alles niet goed. Ja. Maar het is wel interessant voor mij, denk ik, en goed voor mij, omdat... Ja, het is een goede leer. Ja. Ja, het is echt een goede leer. Het is natuurlijk voor Utopia om jezelf zelf ontplooien. Ja, zeker. En dat zou heel mooi zijn dat we op een gegeven moment vrienden hebben die echt duidelijk en goed zegt van, nee. Mm-hmm. En weet wat ze wil. Ja. En wat ze niet wil. En wat ik echt niet wil, is zoenen en verder gaan. Want als je bijvoorbeeld nog niet weet wat je wilt, dan kan je wel bijvoorbeeld, wat ik dan meestal doe, als ik nog niet weet wat ik wil, geef ik wel duidelijk al mijn grenzen aan. Dus niet dit. Mm-hmm. En dan kun je op een gegeven moment kun je later er wel een keer mee terugkomen. Als je denkt van, nou, dit wil ik uiteindelijk. Mm-hmm. Ja. Nou, wat ik nu weet wat ik wil, is dat we gewoon vrienden zijn. Mm-hmm. Dat mijn ouders niet denken van, oh, snap je? Mm-hmm. En dus niks doen. Nee. Ja. Nou, mooi zo. Nee, beter. Ja. Ja. Om zo te zeggen, volgens mij zie jij, kan je Dylan een beetje zien als je grote broer. Ja. De broer die op je waakt. Ja. Nou, geef het ook aan, weet je. Ja. Nu zag ik het, maar... Mm-hmm. Weet je, als hij zo vaak naar je toe komt, geef het aan. Mm-hmm. Spreek hem aan. Ja. Als hij me echt tot last is. Want ik vind het wel gezellig. Dat is juist het lastige. Ik vind het gezellig als hij komt chillen. Als ik net wakker word en hij zegt, gaat het wel met je? Ja. En dan gaat hij daar chillen. Dan ga ik een beetje op. Gewoon een beetje slap lullen, snap je? Mm-hmm. Zolang er maar geen... Ja, snap ik. Snap. Ja. Maar je moet wel kijken, wat is die grens? Mm-hmm. Natuurlijk, voor jou is het een knuffel. Maar je weet niet wat het voor hem is. Spreek dat ook uit naar hem. Ja, inderdaad. Dat het voor jou zeker is, maar dat ook voor hem zeker is. Dat je geen... dingen wil doen. Precies. Ja. En dat heb ik vorige keer ook wel gezegd.